De politie heeft dinsdagochtend een kraakpand aan het Amsterdamse Rokin ontruimd. Er zijn verschillende ontruimingen aangekondigd, verspreid over de dag. Vanaf 6 uur 's ochtends is de ME bezig om met een hoogwerker via de bovenverdieping binnen te komen. Zij stuitten hierbij op veel weerstand en hadden moeite om het pand binnen te komen. De krakers verzetten zich en hebben het pand gebarricadeerd en dichtgelast. Ze zijn het niet eens met het beleid van de gemeente. We hebben hier vanmorgen grote uitval uit het pand gedaan. Brandende barricades opgericht, de eerste politieauto's de straat uitgegooid. En op deze manier onze woede en onvrede laten blijken over het gemeentebeleid. Inzien speculatie en leegstand en deze ontruimingen. Terwijl er punkmuziek uit het pand schalde, stond de ME in formatie om mensen weg te houden van het pand. Er waren veel omstanders en sympathisanten op de ontruiming afgekomen. Sommigen van hen maakten van de gelegenheid gebruik om een act op te voeren. Ik vind het terecht dat het ontruimd wordt. Maar er is woningnood en leegstand. Ja, maar dat is niet de oplossing om het zo'n manier te doen. Net als iedereen moet ze gewoon wachten op een huis. En op een andere manier. Het zijn miljoen manieren om een woning te krijgen. En dit is niet de goede manier. Maar ik vind dat je recht hebt om te wonen. En die panden hier, die staan allemaal leeg. De Kalverstraat, boven die winkels, weet je hoeveel panden er leeg staan? Dat wil jij niet weten. Niet delen, ontruim je niet, kraken, ga door! Met veel moeite is het de ME toch gelukt om het pand binnen te dringen en te ontruimen. Er waren 3 krakers in het pand en die zijn afgevoerd.